begonnen. Nog maar 1 week. Over 3 dagen op wereldreis. Ik ben Daryl. En ik ben Melanie. En samen zijn wij Dermel Travel. Welkom bij onze allereerste wereldreisvlog, want we gaan namelijk op wereldreis. 6 maanden gaan we reizen door Azië en Oceanië en daarom willen we je meenemen dit filmpje in het waar, waarom en wat van deze reis. So, stay tuned! Als eerst het waar. We zullen ons reisschema met jullie delen en het eerste land waar we heen gaan... Vietnam. Daarna gaan we door naar Singapore. Dan Raja Ampat in Indonesië. En van Raja Ampat vliegen we naar Nieuw-Zeeland. Daarna naar Australië. Naar Fiji. Vanuatu. Samoa. Cookeilanden. En we eindigen hoogstwaarschijnlijk in Maleisië. Waarom eigenlijk het reisschema? Ja, de hoofdreden is dat we Australië en Nieuw-Zeeland heel graag een keer wilden bezoeken. Maar ons oude reisschema was in het begin ietsje anders. Nou, we wilden namelijk eerst de Trans-Mongolië Express pakken. Dan stap je op in Moskou en je eindigt in Beijing. Maar dat leek ons onder de huidige omstandigheden niet zo verstandig. Nee, en daarom hebben we de route iets aangepast en beginnen we dus in Vietnam. We zijn nog nooit naar Azië geweest, dus het leek ons heel erg mooi om daar te starten. Ja, en vanuit daar wilden we eigenlijk door naar Singapore, omdat heel vaak stap je op... Gaan er heel veel vluchten vanuit Singapore of stap je op Singapore. En toen dachten we, ja, dan moeten we dat ook een keer gezien hebben. Nou, daar gaan we naar Indonesië, Raja Ampat. En dan denk je misschien, nou, misschien heb je er nog nooit van gehoord, hè. Ik moet eerlijk zeggen, wij hadden hiervoor ook nog nooit van Raja Ampat gehoord. Maar wij willen dus heel graag onze duikbrevet halen. En Raja Ampat ligt dus in Indonesië, valt onder West-Papua en schijnt een van de mooiste duikplekken ter wereld te zijn. Dus toen hadden ze iets van, nou... Daar moeten we naartoe. Ja, als we het doen, dan doen we het goed. Dus zodoende dat we daar zijn terechtgekomen. We wilden eerst naar de Malediven gaan om daar te gaan duiken, maar dat leek ons niet zo handig, want het was best prijzig. En het was ook qua weer wat minder. Dus uiteindelijk zijn we daar terechtgekomen. Nieuw-Zeeland, ja, die staat echt al heel lang... High on the bucket list. En bovenaan. We houden heel erg van wandelen, mooie natuur. En volgens mij tikt Nieuw-Zeeland daar alle boxjes in ieder geval aan. En daar hebben we dus ook een autootje gehuurd, een soort slaapauto, waar we mee rond gaan crossen. Ja. Van noord helemaal naar zuid. Dus we beginnen in Auckland en dan Queenstown. Ja, en vanuit daar gaan we uiteindelijk naar Australië. Ook Australië staat dus al heel lang bij ons hoog op die bucketlist. En Australië zullen we zeker ook wat langer zijn, want we beginnen in de zuidkust en gaan naar de oostkust rijden. Dus van Adelaide naar Sydney. Misschien wel eens gehoord van de Great Ocean Road. Die wilden we daar graag gaan rijden met een campertje. En vanuit daar gaan we uiteindelijk naar West-Australië. Mijn zusje die komt daar en die komt 3 weken met ons West-Australië verkennen. Met een grote jeep, met een daktent. Dus dat wordt wat. Echt heel veel zin in. Gaan we door de Outback van Perth naar Broome. Ja, en gaan we ook allemaal mooie dingen zien. En uiteindelijk komen we dan bij de eilanden. En de eilanden staan al heel lang bij mij op de bucketlist. Ik heb zoiets van, ja... Zo, verder dan dat kan je voor mijn gevoel gewoon niet komen. We zijn wel eens een keer naar Hawaii geweest en dat vonden we allebei helemaal fantastisch. Eigenlijk heel dat eilandleven vinden we heel fijn en een prettig sfeertje en mooi. En zo zijn we uiteindelijk dus bij Fiji, Samoa, Vanuatu en de Cook-eilanden gekomen. We houden dus heel erg van eilandhoppen en dat hebben we afgelopen zomer ook gedaan in de Azoren. Hawaii wordt ook wel het Hawaii van Europa genoemd. Azoren, ja, de Azoren. Hawaii hebben we nog niet gevlogd, want toen deden we dat nog niet. Maar mocht je een idee willen krijgen wat we daar hebben gezien, dan zijn de Azoren filmpjes zeker een aanrader. Absoluut. Dus dat, en ja, uiteindelijk eindigen we in Maleisië en dat had ook meer een beetje een praktische kant. Omdat vanuit daar gaat weer een directe vlucht terug naar Nederland en dat vonden we wel zo prettig. Dus het is echt in een nutshell, maar dit is een beetje waarom we voor deze route hebben gekozen. Nu zijn we aangekomen bij het wat. Ja, de reisvoorbereidingen. Misschien voor sommigen niet het allerleukste onderdeel, want er komen veel praktische zaken bij kijken. Maar zeker niet onbelangrijk. En natuurlijk
geeft het ook wel weer een beetje die kriebels van, oh, het gaat allemaal echt gebeuren. Wat misschien heel belangrijk is, is voor jezelf natuurlijk een budget te bepalen. Welke landen wil ik bezichtigen? Welk budget heb ik daarvoor nodig? Dus dat is natuurlijk een beetje ieder voor zich. We zullen overklappen, wij zijn misschien niet de allergoedkoopste backpackers die je gaat tegenkomen. Dus het zal echt wel een afwisseling zijn in de kosten die wij gaan maken. Wij vonden de balans heel belangrijk tussen soms wat goedkoper en soms wat luxer misschien. Dus ja, de ene keer slapen we in een auto en de andere keer een keer in een 5-sterren hotel. En zo balanceren we dat een beetje voor onszelf. Over kosten gesproken net, ook handig als je bepaalde kosten stop kan zetten. Bijvoorbeeld je bepaalde verzekeringen of juist die aanschaffen of bepaalde vaste lasten die je niet nodig hebt als je op reis bent. Ja. Dus hebben we bijvoorbeeld een van onze auto's stilgezet en dan scheelt je dat wegenbelasting, maar ook autoverzekering. Ja, en kijk, wij gaan natuurlijk voor 6 maanden weg, dus niet onbeperkt op reis of iets. En ik kan me voorstellen dat als je voor een onbepaalde tijd op reis gaat, dat je misschien je huis gaat verhuren of verkopen. Nou, dat gaan wij dus niet doen, want wij zijn heel blij met ons huis en willen graag daarna weer lekker terug in ons eigen bedje liggen. Ja. Dus mijn zusje kon bijvoorbeeld op ons huis passen. Dus dat geeft ook wel een fijn gevoel dat het niet helemaal onbewoond is. Dus dat hebben wij gedaan met ons huis. Tijdens je reisvoorbereiding moet je natuurlijk genoeg documenteren. En dan zijn Google Docs en Google Spreadsheet echt je beste vriend. Daarin leg je namelijk zowel je kosten vast als gewoon je reisplanning als je die maakt. En dat maakt het makkelijk en overzichtelijk. Ik ben namelijk zo iemand, ik wil niet op mijn reis, tijdens mijn reis bezig zijn met de reis. Ik wil gewoon iets kunnen pakken. Oh ja, dit hebben we ongeveer in de buurt liggen. Wat gaan we vandaag doen? Ja, en dat ligt er ook wel dus een beetje aan omdat we gebonden zijn aan die 6 maanden. Ik kan me voorstellen dat als jij voor misschien wel nog langere tijd of voor onbeperkte tijd op reis gaat, dat je het iets minder vast wil leggen. Dan moet ik zeggen, daar zijn wij misschien ook niet helemaal de types voor. Wij houden ook wel vaak van lekker dingen gepland hebben en dan ter plekke zo weinig mogelijk daaraan hoeven te doen. Ja. Maar ja, ik kan me voorstellen als jij gewoon onbeperkte tijd hebt, dat het dan ook allemaal niet zo heel veel uitmaakt. Want dat maakt het ook niet uit wanneer je teruggaat. En wij willen echt specifieke dingen zien in bepaalde tijden. Ja. Dus ja, dan zijn wij iets meer gebonden toch wel aan een planning. En de credits echt voor Google Spreadsheet gaan echt naar Daryl. Want die is heel goed met alle kostenoverzicht en geboekt, gereserveerd, dat nog te regelen. Dus dat is echt netjes. Echt, ja. En ik zit meer in Google Docs, het uitpluiswerk wat je ter plekke wil doen. Welke accommodatie wil je echt in zitten. Dus we vullen elkaar daarin heel mooi aan, denk ik. En dat doe je echt heel erg goed, want jij komt op dingen, ook met reisfora en allemaal blogs die je volgt, waar je dingen tegenkomt, waar ik denk van, ik heb geen idee dat het bestond. Ja, ik kan uren rustig besteden aan de juiste accommodatie of een mooie wandeling die we willen gaan doen. Dus ik vind dat hele uitpluizen vind ik heel erg leuk om te doen. En ik zorg vervolgens dan voor de logistiek en zo vullen we elkaar een beetje aan daarin, zeg maar. Ja. Het is eigenlijk gewoon Word en het is eigenlijk Excel. Alleen je kan er tegelijk samen in werken en het is dus online. En je kan het offline, kan je het document dus ook gebruiken. Dan gaan we gewoon zitten met 2 laptops een avondje en dan ga je gewoon dingen plannen. Je gaat als het ware al een beetje op reis vanuit je woonkamer. Ja, echt top! Andere belangrijke documenten voor op reis zijn bijvoorbeeld een internationaal rijbewijs. Als je ergens een scooter wilt huren of een auto, dan wordt die vaak om gevraagd. Niet, je eigen pasje is vaak niet toereikend genoeg. Nee, deze kan je aanvragen bij de ANWB. En het enige wat je nodig hebt is een pasfoto en je moet hem natuurlijk betalen. En dan wordt de plek voor je gemaakt. Ja, dus dat met internationaal rijbewijs. Maar je paspoort is ook belangrijk. Bijvoorbeeld dat die minimaal 6 maanden geldig is. Dat vragen ze vaak in de meeste landen. Dat je paspoort nog minimaal 6 maanden geldig moet zijn als je het land in gaat reizen. Dus let daarop dat je paspoort niet verlopen is als je of binnen die 6 maanden valt. Want dan geldt dat vaak niet meer. En daarnaast moet je natuurlijk voor sommige landen ook een visum regelen. Wij hebben dat nu gedaan voor Vietnam. En hetzelfde voor Australië en Nieuw-Zeeland. Daar moesten we ook achter een visum aan. En je hoefde voor het visum van Australië helemaal niks te betalen. En voor het visum van Nieuw-Zeeland was dat wel zo. En Nieuw-Zeeland kan je wel heel makkelijk en snel aanvragen. Ook bijvoorbeeld via hun app. Ze hebben een speciale app. En dan kan je ook een foto moet je dan van jezelf maken. En dat is eigenlijk heel snel gedaan. En allebei onze visums voor Australië en Nieuw-Zeeland waren echt mega snel goed gekregen. Ja, je kreeg eigenlijk bijna direct een mail. En ja. Was het al geregeld. Ja, dus dat ging echt heel erg snel. Want ik weet dat wij ooit voor de Verenigde Staten dat wel eens hebben gedaan. Dat duurde allemaal veel langer en moesten we veel meer invullen. Dus, Vietnam duurde wel een week of 2. Daar gingen we wat langer overheen. Voordat we die binnen hadden. Ja. Ja. Je doet de aanvraag, je betaalt hem en vervolgens moet je wachten tot er een bericht terugkomt. Ja, klopt, ja. Niet onbelangrijk voor deze reis is natuurlijk ook je rugzakken. Ja, we hebben allebei een backpack gekocht en ze zijn groot. Sorry, maar ze zijn echt groot. En ik weet het, sommigen kunnen met een dagrugzak reizen. Ja. Diep respect. Echt, als je dat kan, diep respect.
Maar ik kan in ieder geval voor mezelf zeggen, ik ben een muts en ik wil best wel veel dingen meenemen. Dus... We hebben backpacks gekocht van het merk Osprey en die zijn 70 liter per stuk. Dat was ook een beetje de grootste in het klassement. maar wij, goed, wij streven er ook niet naar om alleen maar met die dingen op onze rug te lopen. Het is meer voor het verplaatsen. Nou, om dat een beetje handig in te pakken heb je iets dat heet packing cubes. En dan kan je de dingen goed in oprollen en dan wordt het allemaal wat compacter. Dat is echt een lifesaver, want je kan daar echt goed... klein je spullen verpakken. Wij, tenminste, een van onze vereisten eigenlijk aan onze backpack was, is dat je hem helemaal kan openritsen. Zodat je hem helemaal kan openklappen en dat je dus je spullen erin kan doen. En dus niet dat je van boven of van onder de spulletjes erin moet doen. Nee, wij vinden het erg praktisch om hem helemaal open te ritsen. Nou zit er aan onze rugzakken zit er nog een klein rugzakje bovenop geritst. Die zou je dus als daypack kunnen gebruiken, als dagrugzak. Wij hebben zelf allebei nog losse dagrugzakken. Of eigenlijk rugzak om carry-ons eigenlijk. Carry. Daar hebben wij aparte voor, want Daryl heeft eigenlijk een hele tas alleen voor de camera's. Een speciale tas en die wil hij er gewoon daar meenemen. Ja. En ik heb ook een wat grotere rugzak, want het zijn best wel kleintjes die bovenop de grote rugzakken zitten. Maar het zorgt er wel weer voor dat je weer net wat extra ruimte hebt voor wat andere spulletjes. We hebben bijvoorbeeld ook eigen... opvouwbare snorkels mee. Ik denk, ja, is dat nodig? Nou, wij vinden van wel. Dus dat hebben we bijvoorbeeld er ook in zitten. Dus ja, dat zijn eigenlijk onze rugzakken. Dus als jullie twee mensen zien lopen, denk, hey, waar gaan die rugzakken met die mensen heen? Dat zijn wij, ja. Waar gaat die tas met die vrouw naartoe? U spot, hier, in het wild, rugzak met vrouw. Nu een stukje vraag en antwoord. Ja, het onderdeel vraag en antwoord. We hebben wat vragen ook gekregen via onze Instagram. Der Mail Travel. Kan je ons dus ook volgen. Daar hebben we wat vragen gekregen over onze reis. En een daarvan was bijvoorbeeld, waar verblijven jullie voornamelijk in? Dus in wat voor accommodaties? En dat verschilt enorm. Ik weet dat we in Vietnam bijvoorbeeld ergens in een bungalow treehouse verblijven. Maar we verblijven ook in een hotel. In Nieuw-Zeeland slapen we in een omgebouwde auto. In Australië in een campervan. Op de eilanden zitten we weer op een hutje boven op paal op het water. Dus dat gaat enorm verschillen en dat gaan jullie meemaken. Ja, maar ook bijvoorbeeld in Vietnam in een hostel. Dus het is echt van alles en nog wat. Ja. Het is heel breed waar we in gaan slapen. Dus het is niet dat we alleen maar in hotels liggen of... alleen maar in een camper. We zijn een beetje wat de situatie zich voordoet. We hebben ook tegen elkaar gezegd dat stel we gaan in zo'n campervan, maar na 2-3 dagen hebben we zin in een echt bed met een echte douche. Dan we denken, we boeken even een Airbnb of via booking.com een adresje. Ja, dus dat vinden we zelf ook het leukst, die afwisseling. Dus niet elke keer in hetzelfde liggen, maar juist wat anders. Ja, we kregen ook de vraag, vinden we het lastig om zo lang van huis weg te zijn? Vinden we het moeilijk? Ik moet dat denk ik eerst ervaren. Ik heb zelf nooit echt heimwee gehad als ik weg was. Maar ja, dan ben ik vaak met jou. Dus dan heb ik niet zo snel heimwee. Maar ja, 6 maanden is toch wel even anders dan 3, 4, 5 weken. Dus ja, ik heb geen idee. Moeilijk. Nou, ik denk dat ik wel wat moeite ga hebben op een gegeven moment met het missen van ouders, zusje. Gelukkig hebben we in deze huidige tijd natuurlijk wel dat je makkelijk contact met elkaar kan leggen. Maar ik ben wel een beetje papa en mama's kindje. En ik zie mijn ouders veel en regelmatig en mijn zusje ook. Dus ik denk dat ik daar wel momenten ga hebben dat ik ze ga missen. Maar ik ben niet echt bang voor hele erge heimwee. Tot nu toe heb ik dat ook nooit gehad. Meestal als wij van huis weg zijn, samen op vakantie, hebben we niet echt zoiets van... ik wil wel weer naar huis. Nee, we hebben eigenlijk al zoiets van, nou, daar hadden we nog wel een paar weekjes bij gekund. En we hebben vaak ook regelmatig contact met het thuisfront. Nu zal het misschien wat lastiger zijn, want we hebben overal minimaal 8 uur tijdverschil. En als we op de eilanden zitten, zelfs 12 uur. Ja, en ook niet altijd internet, maar het gaat echt wel goed komen. En kijk, wij hebben elkaar altijd, dus dat is ook gewoon hartstikke fijn. Ja. Het langste wat we ooit samen zijn weg geweest, zijn 4,5 week geweest naar Hawaii. En dat ging eigenlijk hartstikke goed. Daar hebben we absoluut geen moeite mee gehad. Dus ja, maar echt om te beseffen, wat is dan 6 maanden? Ja, kijk, 4,5 week weten we, maar we zeggen ook tegen elkaar, dat is gewoon die vakantie gewoon nog een aantal keren achter elkaar. Dus we hebben allebei heel veel moeite om te beseffen, om een gevoel te krijgen bij de duur van deze reis. Ja. Maar ja, het is wel een beetje, het is afwachten. Ik ben wel heel erg benieuwd. Het is niet iets waar ik tegen op zie of zo. Eigenlijk helemaal niet. We hebben er gewoon voornamelijk heel erg veel zin in. Yes. Volgende vraag. Ja. Waar kijk je het meeste naar uit? Oh, die vind ik lastig.
Ja, ik ben heel erg van de natuur. Dus ik weet dat we bijvoorbeeld in Nieuw-Zeeland willen een gletsjer gaan bewandelen. En ik weet dat we ergens nog op een soort van zandduin gaan staan. En gewoon heel veel mooie natuur. Vergezichten en hele mooie hikes. Daar kijk ik heel erg naar uit. Dus voor jou is Nieuw-Zeeland? Nou, Nieuw-Zeeland is dan wel iets wat ik heel tof vind qua natuur. Maar de Outback in Australië lijkt me ook heel mooi. En de rijstvelden in Vietnam lijken me heel mooi. Dus ik vind het heel lastig kiezen. Gewoon natuur. Ik denk dat sowieso staat bij ons, zijn we altijd wat meer van de natuur dan bijvoorbeeld hele grote of drukke steden. Maar ik denk ter afwisseling is dat wel eens leuk, maar daar gaan we vaak wat beter op. Voor mij, ja, ik kijk ook heel erg uit naar Nieuw-Zeeland en de hikes die we daar willen gaan doen. Maar ik kijk bijvoorbeeld ook heel erg uit naar een paar toffe excursies die we gaan doen in Vanuatu. Maar die ga ik niet verklappen. Gaan jullie zien. En dan moeten jullie best wel lang wachten, want dat zal het einde van de reis zijn. En we hopen ook dat dat allemaal door kan gaan. Maar ja, bijvoorbeeld ook gewoon het duiken in Raja Ampat. We hebben allebei nog nooit gedoken. Nee. Dat lijkt me ook gewoon heel bijzonder en mooi om die onderwaterwereld te zien. Dus ja, eigenlijk is het... Wij leven volgens mij alleen maar van hoogtepunt naar hoogtepunt. Ja, dus ja, heel veel zin gewoon in. Ja. Mochten jullie overigens zelf nog vragen willen stellen, zet ze dan in de comments hieronder. En dan zullen we zo proberen zo snel mogelijk te beantwoorden. Dus dat. Heb je nog een andere vraag voor mij? Nee. Oké. Okay. Dan stopt het hier. Dit was hem. Dus dit was hem. Like. Subscribe. Laat het achter in de comments. En dan zien we jullie, als het goed is, in de volgende vlog in Vietnam. Tot dan. Voor de rest hebben we nog dingen genoteerd in Google Docs. Oh, dat was je oog. Spreadsheet. En samen zijn wij... Dermel Travel. Sorry, ik ga te laat. Nee. En samen zijn wij... Dermel Travel. Ik moest...